Het is ongelofelijk, maar waar. We zitten hier echt weg te drijven in de volle zon. En dan is de herfstvakantie begonnen. Wat een heerlijk weer in de koel in Venlo. Alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke wedstrijd ook. Ploegen hebben zich op elkaar aangepast. En komen dus nu die sfeervolle kuil binnen. Wie heeft zijn ploeg het beste voorbereid op deze confrontatie? Dat is de vraag. Drukker dan normaal in Venlo. Uiteraard heeft dat te maken met de herfstvakantie. Dat hoef ik u verder niet te zeggen. Als ik wel mag vertellen dat VVV maar één van de laatste 10 eredivisie ontmoetingen met ADO Den Haag wist te winnen. Verloor er 5. 4 keer werd er gelijk gespeeld. De laatste 10 keer zegt ook wel heel veel over de spanning die op deze wedstrijd staat. Want ook al heeft ADO dan misschien op een bepaalde positie de betere spelers, hier winnen is altijd lastig. Met deze mensen voor VVV Jansen dus. Reuseler, Promes, Rutte, Oenerstaan in de goal. Susiets, Post en Seuntjes nog altijd de Son of God. En Joosten speelt daar in plaats van Grot. Mlapa is de spits zonder doelpunten nog. Opoku maakte er eentje. Erwin Blank dus. Polman en Hubers zijn zijn assistenten. Draaien. Zo heeft de toswinnaar besloten. En dat vinden ze niet zo leuk bij VVV. Want dan wordt er in de tweede helft niet naar het fanatieke gedeelte van de aanhang gespeeld. U ziet ondertussen de namen van ADO Den Haag. En alle ogen natuurlijk gericht ook op Meijers, maar ook op El Kayati. Het fenomeen van ADO Den Haag met 7 doelpunten en 3 assists. De VVV ADO is van start gegaan met direct Reuseler en de lange bal richting Mlapa. Daar stond Reuseler weer. Kayati. Het mag door. Seuntjes, niet de snelste, maar wel nog steeds aan de bal. Seuntjes, goede bal op Mlapa. En strafschop. Ja hoor, direct. De wedstrijd is direct los. Strafschop. Hij twijfelde geen moment. Hier gaat Seuntjes. Die speelt op Mlapa. Die is dan eigenlijk te laat voor de bal. En ja, in die Groothuizen raakt hem. Er is niets op af te dingen. Penalty dus in de eerste minuut gegeven. Wordt hij dan in de tweede minuut door Mlapa zelf verzilverd. Mlapa voor zijn eerste in de Eredivisie. En daar is hij. Mlapa scoort voor VVV. En opent zijn rekeningcourant in de koel. Nu kan ADO eruit. Neesiet zegt gooi hem er maar overheen. En dan is dit handig gedaan. Susic. Dit is buitenspel lijkt mij. Nee. De vlag blijft naar beneden. De bal op Patrick Joosten. Zoontjes net met zijn rug naar de bal. Dit is Malone. Dit is een overtreding. En een kaart gelijk voor Joosten. Erwin Blank treedt gedecideerd op. Hier staat Beugelsdijk. Poenerstaal. Malone verliest. Van Timos van Susic. Dit is stijlvol gedaan. Rutte. En Joosten. De supporters willen niet met een pakje Fristie in beeld komen natuurlijk. Dat is niet heel stoer. Kijk, dit is beter. Joosten. Mlapa nog met zijn grote voeten.
Joosten. Geen ruimte om te schieten. En Schwalbe, Immers. Dan Kayati. Nu zou Ado er een keer snel uit moeten komen. Dat proberen ze ook. Kayati heeft opties. Neesiet hier met links. Oh, wat schitterend. Die aanname van Thomas Neesiet met rechts. En dan direct uithalen met links. Dat is echt een heerlijke spitsenactie. De kopbal van Immers. Jans. Opoku. Meijers. Jans. Daar staat Lappa nog. Geen buitenspel. Hij besluit te schieten. Opoku. Post. Daar is Opoku met vrijheid. Krijgt hij daar geel voor? Zwaar bestraft. Ja, het is ook wel begrijpelijk. Jonathan Opoku komt niet door de muur. Susic met links. Dat was de eerste bedoeling van de vrije trap. Becker. El Kayati. Nee, hij heeft het niet deze eerste helft. Joost is snel. Niemand is mee, maar Joosten zet twee man weg. Nu is wel Susic mee. Schiet zelf Joosten op de paal. Wat een kans zo op slag van rust nog om op 2-0 te komen. En wat een ongelofelijke solo van Patrick Joosten. Die baalt als een stekker. Had Susic kunnen aanspelen, maar omdat iedereen daarop rekende, kon hij zelf schieten. En treft na een fenomenale solo ternauwernood de paal. Opoku. Joost. Susic. Zoekt ruimte om te schieten. Die vindt hij niet. Goed verdedigd Immers. Mlappa. Meegekomen Jansen. Half voorzet. Half schot. Opoku. Pinas. Immers schermt zijn keeper af. Lukt er niet helemaal. Groothuizen. Strakke bal. Te strak. Jansen. Mlappa legt even een balletje dood. En dit trucje. Seuntjes. Joosten. Vaak naar binnen en dan om te schieten. Zonnetje tegen is lastig, maar hij hoeft niet in actie te komen, Groothuis. Korte corner. Meijers. Beetje hoog. Post is er toch een beetje bang voor. Beugelsdijk, ja, hij kan dat, hebben we eerder gezien. Hij kan dat! Een sleepbeweging van Tommy Beugelsdijk, die over meer techniek beschikt dan menigeen denkt. Lichaam gebruikt door Beugelsdijk, die fors doorgaat. Maar dat doet ADO ook, want het mag van Blank. Deze paas is perfect. Nou, dit is dan de kans. Maar zwak ingeschoten en slap door Geraldo Becker. Een heerlijke bal op Becker. Hoe wil je hem hebben? Maar ja, die is toch echt rechts. Susic. Seuntjens. Los van zijn tegenstander. Seuntjens. Strak, maar ook in de handen van Indy Groothuizen. Pinas, Meijers. Becker. Becker, solo. Nu met rechts het voorzetje, buitenkant. Lukt niet, Reuseler. Opoku is alleen. Maar slimmer. Oh, was dit een doorgebroken speler, scheidsrechter Blank. Hij wacht even met zijn beslissing. Luistert naar de raad en zegt nee, ik geef geel. Wie vindt dit een doorgebroken speler? Ik. Het spijt me wel.
Maar er is verder niemand meer. Maar de VAR kan nog zeggen of het een rode kaart zou kunnen zijn. Dus de gele kaart wordt niet betwist en we kunnen door. Hooghuizen lost. Jansen probeert te profiteren. Meijers redt van de lijn. Schitterende poging van Roel Jansen. Maar net zo schitterend van de lijn als Meijers, die zijn keeper hier redt. Groothuizen helemaal daar. Wat doe je er eigenlijk als keeper zijnde? En Jansen, die bal was er schitterend ingevlogen. Hier is Schot voor Mlappa. Beugelsdijk. Maar krijgt hem even zo hard terug. Opoku schiet en de redding is schitterend van Groothuizen. Wat een reactie van de ADO-keeper. Strak geschoten door Opoku en met de vingertoppen nog. Opoku, Van Ooyen, Opoku. Goed gedaan van Opoku. Mooi, Van Ooyen. Opoku pikt hem weer af. Seuntjes, toch Van Ooyen weer. Post, bezorgd bij Rutte. Rutte, schijnbeweging, voorzetje. Nou, Seuntjes er maar. Nee, van de lijn gaat de Troepé. Nogmaals, het kan nog deze Sušić ook niet. En Grotom, ja, dat lukt wel. J. Roy Grot met zijn tweede van het seizoen. En de beslissende treffer in dit duel. Die van VVV hadden €5 betaald. En mochten 4 keer schieten. ...2-0, wedstrijd voorbij. En zo is VVV bezig aan een geweldig seizoen. Tot op heden, want het is nog maar zo kort. Maar dus sinds 1960-61 niet meer zo ongelooflijk goed begonnen aan het seizoen als vandaag.